Oh, daar zitten we. Oh. Oh, hij is nog best wel snel. Yo, dames en heren, madame Don, welkom terug bij PixArk. De vorige aflevering hadden wij eigenlijk ons basisje alleen gelaten voor wat het was. En onze dino's leven nog, dat is mooi. Hoeveel eten is er nog over? Helemaal niks. Oké, dan gaan we ervoor zorgen dat jullie gewoon weer even lekker wat te eten hebben. En dan gaan wij natuurlijk onze progressie voortzetten. Dan pak ik ondertussen even al mijn spulletjes weer uit de kist vandaan. Zodat wij gewoon verder kunnen gaan waar wij waren gebleven. Goed, laten we eerst maar gewoon eventjes beginnen met het verzamelen van vleesjes. Sorry, besjes. Dat doen wij uiteraard door middel van de parasaur. En dan ren je gewoon ergens naartoe. Doe je even hap. En dan zouden er opeens een hele zoop... Kijk, daar zijn ze. Echt, dit besjes verzamelsysteem is echt pittig gek. Want het is gewoon echt... Je staat een eeuwigheid te happen op een plant. Je merkt niet dat de plant neergaat of wat dan ook. Maar opeens is de plant neer. Kijk hier, hè. Zit een plant voor me. Nu je hap. Je krijgt geen progressie van hoeveel dingetjes je ziet. En opeens is het gewoon... ja man, zoveel heb je. Het is een beetje frappant. Goed, nou ja, ik denk dat we inmiddels wel genoeg berries hebben verzameld. Narcoberries kunnen we uiteraard natuurlijk ook weer gebruiken voor andere doeleinden. Maar voor nu laten we het eventjes hierbij. Besjes doen we gewoon even in de kist. En in combinatie met narcoberries en spoiled meat gaan wij eventjes lekker wat sleepy potions maken. En misschien ook even... Wacht. Eens even. Arrows. Sleepy arrows. Want de magic sleepy arrows zijn we nog niet dichtbij genoeg voor. Zo, dat zijn weer een hele zoot sleepy arrows. Doen we ook nog heel wat sleepy potions erbij. En dan is ons inventaris gevuld met troepjes. Goed, welke quests zitten er in de buurt? Er zit een rode hunting quest, een groene creature taming en een blauwe crafting quest. We kunnen wel even de blauwe bekijken. Die zit hier. A stone pick helps you dig more easily. Inmiddels hebben we echt koper, dus dit boeit niet zozeer. Maar toch, hè. Alles voor de quest en alles voor de potentiële goede loot die eruit komt. Submit. Kistje komt eruit. Hallo? Het is een primitive spear. Privilege certificates, waar ik al heel wat van heb en nog steeds niet begrijp wat het daadwerkelijk doet. Dus. Oké, laten wij eens even bij de engrams kijken wat wij nu kunnen verwezenlijken. Industrial skill is gewoon nog helemaal niks. Dit is onnodig, hallo. Er ging mijn beest bijna dood, maar wat doet een dire wolf in dit gebied? Dit is letterlijk, ik stond buiten... Nou, dus, goed. Magic sleepy arrows. Are you kidding me? Are you kidding me? Nu is mijn Pteranodon dood gegaan. Maar dat beest stond echt daar hartstikke ver weg. En alsnog werd hij getriggerd. Ja, man. Nu ben ik maar... Ik ben mijn Pteranodon kwijt hierdoor. Pak ik het zadel. En dan tem ik wel weer een nieuw, hè. Oh god, dat beest gaat op mijn beestjes af. Op mijn Fiomia is hij getriggerd. Ik moet mijn tuin afsluiten, want anders pakt hij... Ja, kijk, daar heb je het. Nee, Parasaur, doe het niet. Oh god, hij klimt er alsnog overheen. Jij arrogant stinkbeest. Dit ga jij nooit overleven. Goed. In daadwerkelijk een periode van 2 seconden... ben ik bij de beesten kwijtgeraakt. Hartstikke mooi. Genieten. Vaker doen. Ik vind het ook mooi dat die fans ook gewoon niet het beest afsloot. Het was gewoon, oh, jij wilt er overheen? Je loopt er maar gewoon overheen. En hij liep er overheen. En dat was het. Ik kon het niet tegenhouden. Want je moet per se 2 fences over elkaar heen doen. Goed, we hebben weer een nieuwe getemd. Ik zit het verkeerde zadel erop te krikken. Die moet je hebben. Misschien wordt het daarentegen ook even tijd om gewoon te verhuizen. Ik heb wat dat betreft eigenlijk nog bijzonder weinig van de map ontdekt. Laten wij anders gewoon even lekker naar het oosten vliegen en kijken wat wij daar zullen vinden. Indien we geen virtuele muren tegen ons kop aankrijgen en zitten van... Nou ja, oké, die kant kan ik dus niet op.
Even kijken, er is ook een legenda aan de rechterkant, waarbij zeg maar een klein skeletje staat, een middelskeletje en een heel eng skelethoofdje. Met dus zeg maar Deep Ocean, dus heel timide, novice grassland, waar wij dus eigenlijk zaten. Dat is heel makkelijk, gewoon grassland heb je dan ook nog, mountain forest en zo bouwt het op tot zeg maar Doomlands. En zo zie je dat eigenlijk Magic Forest, wat eigenlijk ten oosten van mijn locatie zit, echt al heel hoog op de ranking staat. En Frozen Land staat nog hoger, terwijl ik in die Novice Greenland zit. Dan zit ik echt van, ja jongens, ik word een beetje omsingeld hier. Terwijl dat eigenlijk een beetje vervelend is. Ondertussen pakken wij ook even... Dit is toch merkwaardig. Dit is heel merkwaardig. Stop. 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 Gaat hij een plant aanvallen? Hoe kan ik die plant neerhalen? Gewoon schieten. Ik ruik opeens... Ik heb mijn raam openstaan en ik ruik opeens barbecue. Wat echt compleet irrelevant is voor de fucking video. Maar... Oh, ik heb ook wel zin om te barbecuen nu. Mm. Goed, we proberen nog steeds de chomper neer te halen. Indien we de chomper niet neerhalen, kan ik niet gewoon op zijn nek springen. Pteranodon, ja, dank je. Dan vliegen we er gewoon vandoor, hè. Ik weet ook niet wat voor zadel ik eigenlijk te pakken had. Maar we zijn nu een beetje gebied aan het verkennen en komen erachter dat eigenlijk dit is gewoon voornamelijk grasgebied. Heel veel heuvels. Een carbonemus zadel was het overigens. Maar wat ik eigenlijk zoek is gewoon een beetje een vlak gebied waar ik een best groot huisje neer kan zetten zonder al te veel hoogteverschillen. Anders moet ik dat allemaal weer corrigeren met mijn bouwwerkjes en daar heb ik ook weer niet denderend veel zin in. Oké, we komen nu een beetje in een... Ik kan even moeilijk... Een swamp is dit volgens mij. Swampachtig iets en dat is een best wel hoge op de lijst wat betreft gevaar. Dus moeten we voor oppassen. We hebben hier een frostland. Frozen land. Dat is... Eigenlijk nog gevaarlijker. Daar heb ik eigenlijk weinig te zoeken. Oh hey, wat is dit? Is dit serieus? Ik was gewoon random aan het vliegen. Van wie is dit dan? Hallo? Pittige man. Rudy. Rudy heeft wel even een goede plek uitgekozen. Dus inderdaad, hij zit wat dat betreft in een normaal gebied. Hij heeft water. Hij heeft gewoon een meertje gecreëerd. Oké, en hij heeft een grotje dichtbij, zit een onyx achter me aan, heel wat water. Ik wist niet dat hij helemaal hier zat, joh. Ja, dat zit inderdaad wat centraler, dan kan je wat meer alle kanten op. Dat is inderdaad wel wat beter dan hoe ik zit. Ik zit echt in een hoek verstopt. Oké, mannen, ik heb een idee die ik wil gaan uitvoeren. Of het een goed idee is, weet ik niet. Maar laten we sowieso verhuizen. Iets meer, wat meer naar het midden. We kunnen bijvoorbeeld gewoon een platformpje zoals dit... Kunnen we eigenlijk gewoon met de grond gelijk maken door gewoon alles recht te trekken zo. En dat we dan een heel mooi oppervlakje creëren en dan daar een huisje op maken. Dat is naar mijn idee best wel een goed plan. Alleen ja, dan moet ik wel even gewoon spullen verzamelen. De houten foundations meenemen, et cetera. Want wat ik daar heb gecreëerd kan op zich wel, maar ik zit in zo'n uithoek. Dus ik ben eigenlijk altijd geforceerd... te bewegen. Of erop uit te gaan. Wat op zich eigenlijk ook bij nader inzien niet zo erg is. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon ons huisje uitbreiden. Dat is wat we gaan doen. We gaan een grotere tuin creëren. Gaan we uiteindelijk nog even kijken of we een andere dino kunnen temmen. Om vervolgens in ons tuintje te plaatsen. Want ja, die parasaur zijn we gewoon kwijt. Boeit me op zich niet ten zeerste. Maar bijvoorbeeld een trike zou een heel erg leuke aanwinst zijn. Alleen ja, die zijn wat lastiger te temmen volgens mij. Aangezien we dan te maken hebben met, ja, hier level 30 en we zijn 26. Maar laten wij sowieso maar even dit water gaan uit... Niet het water uitbreiden, maar wat meer gelijkvloers spul te maken. Zodat ik meer ruimte heb om uit te breiden. Oké, bestaan er dingen zoals... hoe heet dat? Torch. Ja. Dan moet ik wood en flint hebben. Kan dit beest gewoon even aan de kant gaan? Oké, ik ga eventjes voor de leukigheid 6 torches maken. Want zoals... kan ik die plakken op de muur? Nee, ik kan hem wel laten vallen. Ik wil hem graag plakken op de muur. Plak. Oké, dat is dan de verkeerde torch. Dan moet ik waarschijnlijk iets van een wall torch hebben. Hey, goh. Wow, had ik die nou maar gemaakt?
Nou goed, hoe ik het dan voorlopig even kan doen is, dan drop ik hem hier gewoon even en dan zie ik tenminste nog wat. Ik ben een tunnel aan het graven, zoals jullie kunnen zien. En nu ben ik nog eventjes in de lengte aan het graven. Maar ik wil natuurlijk op termijn ook nog de breedte in gaan graven. Zodat ik uiteindelijk een heel groot, een beetje een Batcave idee creëer. Alleen ik moet even kijken hoe, van buitenaf hoe diep dat nou eigenlijk is. Ik denk dat ik relatief wel diep zit. Ik moet denk even die soort van die virtuele muur moet ik aantikken. Dan weet ik het. Wat is dit dan? Oh, ik heb iron gevonden. Hey, iron. Vsauce hier. Ook al zit ik echt totaal nog niet op het engram niveau van iron. Hey, maakt niet uit. We hebben het dan. Oké, ik ga even voor de gein achterom kijken. Oh, ik ben al best wel diep hoor. Zo, hey. Wat ik dan eigenlijk ook nog moet doen is deze middelste strook moet ik dan ook even meehakken. Maar wat ik dan kan doen is bijvoorbeeld hier aan de zijkanten wooden walls plaatsen. En dan boven me ook nog ceilings. Zodat het zeg maar ook nog compleet afgedicht is. Dat niet een willekeurig persoon gewoon de berg in kan graven en dan in mijn tunnel terechtkomt. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dan is het wel een krap 1x1 gangetje. Of ik moet nog echt het plafond helemaal uithakken. Dan zou het op zich wel kunnen. Oké, hoe ver zit ik op de map? Ik zit nu bewijzen van buiten de grid. Oké, dan vind ik het inderdaad wel gewoon een mooi moment. Om dan bijvoorbeeld nou, hier naartoe te graven. Omdat hier ook gewoon iron is. Dus kunnen we hier een heel groot oppervlakte maken. Oeh, wat is dit? Oh, flint. Oh jemig, daar rach ik even alles van weg. Oh, flint zakt ook. Oeh, dat is lastig. Het creëert opeens gaten in het plafond. Maar dat maakt op zich niet uit, want ik wil ook qua hoogte wil ik ook natuurlijk genoeg ruimte hebben. Dus dit is op zich wel prima. Dat ik bijvoorbeeld ook nog dino's hier binnenin kan bewaren. Oké, mijn inventaris zit echt zo'n beetje vol. Ik weet niet hoeveel iron ik inmiddels heb. 96 zie ik staan. Dat gaan wij even lekker omsmelten. Light fire en ik zou zeggen craft all. Dat gaat wel even lekker zijn gangetje. Ik kan er zelfs ook nog kolen in raggen. Dan laten we dat anders ook maar er even gewoon bij doen. En ik moet misschien ook even een aantal kisten erbij gaan maken. Dat is sowieso wel een idee. Dat ik hier bijvoorbeeld een grote schatkistenruimte doe. Of dat doe ik hier eerder op deze plek of zo. En dat ik daar nog iets anders bewaar. Wie weet. We kunnen er echt heel veel met deze ruimte nu. Wat ik ook eventjes moet doen is klei gaan maken. Aangezien ik klei nodig heb voor die ene toortjes aan de muur. Dus we raggen hier gewoon een hele zoot blokken in het water. Wat uiteindelijk zal resulteren in klei. Meneer de level 11 patchy. Mevrouw eigenlijk. Kunt u gewoon even weg uit mijn deur. Weg uit mijn huis wellicht. Waarom duurt dit zo lang? Nee, dat gaat stukken sneller dan. Wall torches. Craft zoveel mogelijk. Ik weet niet hoeveel ik kan maken. Alleen deze wall torches ga ik nog eventjes niet plaatsen. Aangezien, ik wil sowieso nog hier nog andere muren plaatsen. Zodat het wat veiliger overkomt. En inbraak beveiligt. Ondertussen kunnen wij wel eventjes kijken naar... Even kijken, we hebben hier een copper kettle. Een metal shield. Dat is ook van koper. Koperen speer, koperen gates. Sure. Waar is dat iron in godsnaam? Pas op level 40 en ik heb het nu al. Jammer jemig. Dan maak ik het wel van stone. Want ik heb echt belachelijk veel stone spullen verzameld. Stone door doen we natuurlijk. Stone stairs kan wel. Sand stairs. Ik heb even flink gehakt. Dit is uiteindelijk de ruimte geworden. Dan ga ik hier uiteindelijk natuurlijk nog rock walls neerzetten en een deurtje in het midden. Zodat dit gewoon wat dat betreft toegankelijk is. Ik heb het 3 hoog gemaakt op het moment. Altijd mogelijkheid voor uitbreiding. Maar laten wij dan nu eventjes die walls et cetera gaan maken. Zodat ik in ieder geval deze achterkant kan afdichten. We beginnen gewoon met heel wat stone walls. Can't place structure here. Oh ja, dat is waar ook. Dan moet ik de vloer eruit halen voor foundations en troep.
Oké, even een testrunnetje. Ik heb vloertjes, die kan ik natuurlijk gewoon plaatsen. Kan er een wall op? Daar kan zeker weten een wall op. Goed, dan kunnen wij dit hele meukie vullen met vloeren. Het komt er heel vet uit te zien hoor, dat garandeer ik je. Het komt er echt heel vet uit te zien. Want wat ik ook nog uiteindelijk kan doen is zeg maar in hammetjes erin houden. Dus dat ik bijvoorbeeld deze dan eventjes weghak. En dan moet ik daar uiteindelijk nog een vloer onder zetten, zo. En dat ik dan op deze muur dan bijvoorbeeld zo'n wall torch kan plaatsen. Om even een voorbeeld aan te tonen. Zoiets. Alleen dan moet ik daar natuurlijk constant fuel in hebben. Ik ben een beetje S plus gewend. Maar dan is het eigenlijk een beetje zo. Echt zo'n loopje. En dan zie je hier een gat. En dan zit hier een torch. En dat zou dan zeg maar die ruimte eventjes moeten verlichten. Zo. En dat is het laatste blokje. Ja, dan moet ik dit nog eventjes uitgraven. Maar laten we het eventjes gewoon hierbij recht trekken. Zo. Dan kunnen we nu de muren gaan plaatsen, waar ik ongetwijfeld te weinig van zal hebben. Maar nee, daar maken we gewoon eventjes wat bij. Dat is dan ook weer niet het grootste probleem. Dit ziet er nu al zo vet uit, hè. Moet je kijken, deze hele lange rits. Echt, je kan er een beetje claustrofobisch van worden, dat snap ik wel. Aangezien de bovenkant is nog steeds niet dicht. Daarvoor moet ik ceilings leren. Oh, die heb ik al. En als we die erop hebben gezet, dan wordt het wel heel erg nauw gelijk. Dat ga je niet menen, hè. Waarom kan de ceiling dan niet? Het zit tussen twee muren. Of moet het per se... Wacht eens even. Pak die eens op. Daarop. En dan ertussen. Oh my god. Dan moet ik deze hele rand ook nog weghalen. Oh, fuck a duck. Kijk, ik vind het op zich niet erg om dit zeg maar te doen. De grootste struggle eigenlijk van dit is meestal gewoon... Het kost gewoon denderend veel tijd. Dat is het meestal gewoon. Het kost gewoon veel tijd. Klaar. Stop eyeballing my pteranodon. Ik moet weer eten hebben. Ik heb iets te veel spul gebruikt, stamina. Zo, en dit is dan een beetje hoe de gang er dan komt uit te zien. Het is inderdaad een beetje nauw, maar nou, valt op zich wel mee wat betreft de claustrofobie. Doe er dus gewoon eens voor de gein een klein beetje kool in. Oké, dat pakt hij niet. Klein beetje thatch. Thatch pakt hij wel. Light fire. En, oh, dan brandt hij echt al voor een hele lange tijd. Dan gooien we hier gewoon al onze thatch in, wat we voorlopig even hebben. Kan hier gewoon 20 uur branden. En dan geeft het gewoon licht door de hele gang heen. Oké, het enige wat we dan nog eventjes moeten hebben is een stone door. Ben ik nou serieus door mijn rock heen? Ik dacht al, ik heb gewoon nog genoeg. Zo, dan maken we eventjes één stone door. Gewoon eventjes voor het idee, want... Nee, ga nou niet vertellen dat die 2 breed is. Oké, dan doen we het als volgt. Dan laten we de gang even voor wat het is. En dan gaan we het hier even laten zien. Van, hé, ik heb een deur. En die is 2 breed. En die moet per se vervelend doen. Zo. Hatserflats. Kijk, dat is een mooie deur. Ja, hij is ook nog best wel hoog. Ja, dope. En dan komt hier uiteindelijk gewoon hele toffe shit te staan. Doen hier voor de zekerheid gewoon eventjes een... wall torch. En dit is dan eventjes de ruimte die wij in de toekomst gaan uitbreiden. En serieus, deze deur dan ook 2 breed? 1, 2. Ja. Nou ja. Daar had ik op zich wel beter rekening mee kunnen houden. Niet gedaan helaas. Oké, we zijn een aantal leveltjes omhoog gegaan. 29, dus dat betekent dat we nog 1 leveltje moeten... Om bijvoorbeeld een trike te kunnen temmen. Dat wil ik eigenlijk best wel graag. Ik ga alvast eventjes kijken wat zeg maar handig is. Een truffel. Dat is volgens mij gewoon zo'n paddenstoeltje die ik... even kijken, daarin zo'n greppel kan pakken. Maar is het... Even kijken... Het is geen passive tame. Oh, wacht. Kan wel. Oh, oké. Ja, dan moet ik gewoon even level 30 halen en dan gaan we gewoon een trike temmen. Trike is dan het hoogste volgens mij wat we dan kunnen halen. Oké, als ik het goed heb, zijn dit truffels. En kan ik die gewoon pakken? Light mushrooms? Dat zijn geen truffels. Waar de hel zijn de truffels? Zijn dit truffels?
Light mushroom, light mushroom. Oeh, I think I have found a truffle. Nou, ik pakte iets, maar het deed niks. Oh, ja, hey, ik heb een truffle. Oké, die zit hier gewoon random tussen of zo. Dat je gewoon echt maar moet hopen dat je gewoon de juiste pakt. Wat gaat dit diep, jongens? Nou, voor zover ik weet zijn die een vliegende... Oh, wow. Petroleum slime strength. Tameable. Level 20. Ik kom hier eigenlijk alleen even voor de truffels. Poisonous mushroom heb ik zojuist opgepakt. Wat doet dat? Capable of stunning enemies. Wow. Wat is dat? Ice cube. Oh, dus dit zit onder het ijsgebied of zo. Oeh, oeh. Deze, heb ik een torch? Ja. Het is een beetje lastig te zien. Hij komt niet op mij af, toch? Nee. Ja, ik ben zo bang om zeg maar dichterbij te komen. Want ik weet niet of hij... Oh, my god. There is a glitch in the matrix. Oké, top. Ja, ik liet mijn torch vallen op een randje. En die gaat dan een soort valanimatie creëren. Maar hij viel niet naar beneden. Dus hij bleef hangen en ik kon hem ook niet meer oppakken. I tried. Oké, ik ga nu een soort van magische grot in. Ik moet oppassen dat ik niet opeens word belaagd door... Wat dan ook? Wat is dit? Hallo? Een Blu-ray thorn. Weet niet wat het voor is. Chilling grass. Eens even kijken. Blu-ray thorn... Oh, ik dacht dat ik iets hoorde. Oké, een Blu-ray thorn. Magic plant, magic potions, la-di-da-di-da. Chilling grass, magic water plants. Oké. Ik zie daar ook een giant mole. Tameable. Strength 4. Ik ga eens even kijken. They don't mind visitors, but become fiercely defensive if provoked. Oké. Dit ziet er uit alsof het een passive tame is. In verband met, hoe heet het? En hij eet truffels, dus... Ik bedoel... Oh, ik moet wel daarvoor oppassen. Voor de Shadow Leopard. Ja, die komt al op me af. Alleen, ik wil die mol wel even temmen. Als het even kan. Ja, meneer de Shadow Leopard. Daar sta ik hier dan, hè. Kan ik de Shadow Leopard niet gewoon doden? Ik weet niet of ik daar wel genoeg arrows voor heb, hoor. Ik zie ook geen hitmarkers. Dus ik denk dat die beukt is. Dat is kloten, want die Shadow Leopard zit erbij... Hier, dit vind ik zo naar. En dan schiet ik op hem en dan gebeurt er uiteindelijk niks. Goed. Ik wil die Shadow Leopard in dit gat lokken. Zodat hij niet meer naar boven kan. Dat is een relatief simpel plan. Dus daar gaan we. Hallo Shadow Leopard. Komt u deze kant maar op. Oké, mijn pijl raakt gewoon niet. Shadow Leopard. Oké, hij beukt een beetje. Komt u deze kant op. En val me naar beneden. Naar beneden. Oké, je zweeft nu. Het is... Oké, ja, ja, nee. Oké, Shadow Leopard, poging 2. We good? Kom eens in. Ik lok u deze kant op, ja? Je beukt echt alle kanten op, maar ik hoop gewoon dat je valt. Kom, kom, kom. En zak door de grond heen, jij stinkbeest. Oh nee, en Shadow Leopard is de mol aan het aanvallen. Oké, nou, weet je wat? Mijn plan was leuk. Kort, maar leuk, hè? Leuk dat het weer zo moet gaan. Oeh, ik zie hier een zombie. Wacht, kan ik die niet gewoon doden? Ja, wel een hitmarker. Ik had een hitmarker. Muziek gaat af. Nog een hitmarker. Kijk, en die kukelt dan wel naar beneden. Zo simpel kan het dus zijn, meneer de Shadow Leopard. Even kijken, Spectre Wolf zit erbij. Die valt hem aan. Ik zie daar een... Werewolf, daar moeten we al helemaal niet bij in de buurt komen. Ik zoek gewoon nog zo'n mol. Ik wil gewoon heel graag een mol hebben. Oh, male Shadow Leopard. Ik zie nergens meer zo'n mol. Er zit onder me wel een Shadow Leopard van level 1 gebeukt in de grond. Maar je weet nooit wanneer die zeg maar eruit schiet. Dus ik ga er wel gewoon vandoor, oké? Oh my god, wat zijn dit? Fungus beasts. Shadow Leopards, ja. Hey, waar ik het eerder over had, met die strength zones. We bevinden zich ook gewoon echt in een... we bevinden ons in een gebied die ver boven ons niveau zit. Laten we dat gewoon eventjes niet doen. Oh, de zombie gaat achter de paddenstoel aan. Wat is het? Een zombie strength 2? Die kan ik wel hebben, toch?
Ik schiet op de zombie. Hij is boos. Hij is niet meer boos. Hij is boos. Hij is niet meer boos. Hij is boos. Niet meer boos. Oké, dit is heel irritant. Want dan schiet ik op hem. En af en toe heeft hij dan een hitmarker en af en toe... Are you kidding me? Wilt de paddenstoel even van mijn nek af? Dat is totaal niet de bedoeling om jou aan te vallen, maar fruit. Hè? Als jij ook zo graag billenkoek wil hebben, kan dat worden geregeld. Hitmarkers alom. Hitmarkers, hitmarkers. Pteranodon die er opeens voor gaat. Van hallo, ik wil er ook naar bij horen. Mag niet. En de paddenstoel is ook neer. Oh, daar krijg je moken veel truffels uit. Zo. Hé, we zijn level up. Mooi zo. Dan kunnen wij eindelijk onze aandacht vestigen op een trike. Ik zie daar een mooie trike. Level 19. Ik zie er daar een level 21. Dat is al hoger. Daar een in de verte is een level 2. Ik denk dat die level 21 dan in dit gebied toch wel het hoogste is. Never mind. 37. Ik denk dat ik dan voor deze ga. Ik heb de truffels op mijn laatste plek staan. Dus als het goed is, zou ik gewoon erbij kunnen staan en het jou kunnen voeren, toch? Ja, daar gaan we. And wait until it's hungry again. Het chille is aan deze is dat hij gewoon stil staat. Dus ik kan er gewoon letterlijk bij staan en wachten. Voor een of andere reden is hij beukt of zoiets, maar dat maakt niet uit. We kunnen ondertussen ook even kijken naar een Triceratops saddle. Lerenhout hebben we daarvoor nodig. Volgens mij heb ik dat gewoon beide. Oké, behalve het hout dan. Wat ik nu dan wel heb geregeld. Zo, Triceratops zadeltje. Hartstikke goed. Kijk eens aan. Animal Museum has been updated. En wij kunnen het zadeltje van de Triceratops op zijn nek plaatsen. Het is een besjesliefhebber. Truffelliefhebber. Ook light mushroom toevallig. Truffle soup. Ik zie het er niet tussen staan, maar hier neem het alsnog maar. Want ja, anders weet ik ook niet wat ik ermee aan moet. Dan gaan wij eventjes proberen op jouw nek te klimmen. Oh, daar zitten we. Oh. Oh, hij is nog best wel snel. Maar een Triceratops heeft toch ook een charge ability? Nee. Nee. Oh. Wel een goede Thatch-verzamelaar. Oké, we gaan eens even kijken hoe sterk dit beest nou daadwerkelijk is. Fiomiaatje. Map. En map. Map. Dood. Kan helaas geen... Hoe heet het verzamelen? Geen vlees uiteraard. Want het is een herbivoor in plaats van een carnivoor. Maar hier, pop. Gewoon lekker snel. Pop, pop. Alles gaat gewoon neer voor mijn neus. Dit beestje mag de best wezen. Kan ook hout verzamelen. Hey, my boy. Heel veel hout en thatch kan dit beest verzamelen. Oh ja. Nice. We hit the jackpot, my dudes. Even kijken, bij een Pteranodon. Gewoon blep, blep, blep. Oké, ja, dan vliegt hij uiteraard weg. Dat was op zich ook wel weer te verwachten. Ja, super nice. Super nice. En als het goed is, kan ik gewoon dit beest binnen neerzetten. Dan moet ik natuurlijk eerst eventjes de spullen uit hem halen, et cetera, ladida. Even kijken, het zadeltje van zijn nek. Die er overigens niet af wil. Maar misschien al converteer ik hem naar een blok dat hij dan het zadel laat liggen. Kom op nou. Oh, dit is weer zeker zo'n stomme beuk dat het niet kan. Oké, zit er niet in. Dan zal ik je maar gewoon eventjes in mijn tuintje neerzetten. Maar moet ik eerst even ruimte maken van de Triceratops die in de weg staat. Die ik... Oh, jemig. De Pteranodon wordt aangevallen. Ik kom er niet helemaal in. Ah, oké, hij is neer. Hij is neer. Niks aan de hand. Pteranodon, rustig maar. Wat is dit nou? Oh, hij heeft mijn feeding trough gesloopt. Godnonde ju. Goed, die staan hier. Ik zal wel eventjes de ruimte nog iets meer uitbreiden. Zodat we niet helemaal op elkaars nek staan uiteraard. Top, de feeding trough staat weer. En de gate is nu ook met eentje verhoogd. Ook al is de onderste een beetje beschadigd. Maar die kunnen we gewoon zo... Oh. Oké, goed. Dat was hem dan weer voor deze keer. Ik ga mijn spulletjes opbergen in mijn kistjes. En dan loggen we gewoon uit. En dan komt het helemaal weer goed. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Mag je dat belonen met een duimpje omhoog? Ben jij toevallig geabonneerd en wil jij op de hoogte blijven van alle uploads?
Druk dan eventjes op het belletje. En wil je toevallig nog twee andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij en dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!